Euphrosyne. Ja, je hoort het al meteen aan haar naam. Die leefde lang geleden. In de verre, verre 19e eeuw. Als een van de weinige vrouwelijke kunstenaars is ze er toch in geslaagd naam te maken in een mannenwereld. Meestal schilderde ze volgens de stijl van de romantiek, met heel veel contrasten tussen licht en donker. Dit landschap heeft ze tamelijk realistisch geschilderd. De dramatiek zit hier eerder in de verlaten sfeer van het stille dorpje. En de heftige, zenuwachtige penseelstreken. Ook dit kunstwerk is van een vrouwelijke kunstenaar. Meer bepaald Jane Graverall, of zoiets. Geboren aan het begin van de 20e eeuw. Haar werk is surrealistisch van stijl. Volgens die stijl wordt er geprobeerd om de fantasie los te maken van de logica en het verstand. Het ziet er allemaal een beetje gek uit wat ze voorstelt. Twee tegenstellingen wil ze in beeld brengen. Enerzijds onderdrukking en dwang en anderzijds verlangen. Jane schildert trouwens helemaal anders dan Euphrosyne. Geen zenuwachtige verfstreken, maar wel grote en effen kleurvlakken. Tussen de kunstwerken van beide vrouwen zit 75 jaar verschil. In 75 jaar is de samenleving dan ook grondig veranderd. Migratie, opkomst van de industrie, de groeiende wereldbevolking en vele uitvindingen hebben een enorme impact gehad op onze omgeving. Maar laten we eens totaal losgaan. Hoe zou jij je stad of dorp surrealistisch voorstellen in een schilderij? En wat wil je ermee vertellen?